Goedemorgen iedereen, ik ben Erik de Simpelaar, ik ben de componist van het volgende stuk. Het thema van de cd, zo heb ik dat doorgekregen ooit, is 3D, drie dames, maar natuurlijk ook de techniek 3D en alles wat daarbij komt kijken. En ik heb eigenlijk besloten om mijn stuk te baseren op stereoscopie. Stereoscopie is eigenlijk waarbij je met elk oog een afzonderlijke afbeelding bekijkt, die een beetje anders gecadreerd is, waardoor dat je een 3D effect krijgt. De bekendste toepassing op vandaag is eigenlijk voor 3D cinema. Dus met zo'n gek brilletje en dan kijk je naar een film en dan zie je dus 3D. Maar een veel oudere commerciële toepassing van die techniek is eigenlijk de Viewmaster. Dat is eigenlijk iets dat in de jaren 60, 70 heel populair was en waar ik zelf nog mee op actie een aantal mensen al een beweging maken. Dus dat is eigenlijk gebaseerd op dezelfde techniek. En ik dacht, het is wel leuk, een beetje een retro aspect, ik ga mijn stuk baseren op de Viewmaster. In 14 delen, want op zo'n wieletje van een Viewmaster zijn 14 afbeeldingen die dus elk per twee aan elkaar gelinkt zijn. Dat is in feite ook de manier waarop dat mijn stuk opgebouwd is. Heb ik eigenlijk heel snelle afwisseling gebruikt tussen de verschillende instrumenten. Dus met de 3D heel snel na elkaar verschillende motiefjes spelen. Of ook heel dichte kanontechnieken. Iemand begint iets te spelen en meteen daarna speelt een ander instrument hetzelfde. Waardoor dat eigenlijk muzikaal een 3D effect maakt.